Nou, gelukkig staan we niet in Brussel, terwijl er pijnlijke vragen komen over die uithuisplaatsingen. Voorzitter, de minister-president, de heer Rutte, zegt: ik begrijp dat er wantrouwen is en ik begrijp dat mensen denken: laat maar zien. En vervolgens werd Rutte een beetje boos op Klaver, omdat Klaver één heel belangrijk punt eruit haalde. Van wat wordt dan nu de nieuwe werkwijze? En toen was het een beetje: ja, maar ja, we gaan natuurlijk niet op één punt een lakmoesproef doen. Dus ik heb even mee zitten schrijven. Er zijn meer punten. We zagen gisteren 4 coalitieleiders, fractievoorzitters, die met elkaar hadden afgesproken: we doen bescheiden voor de beeldvorming. Dat past het best. We zagen in het akkoord dat we hebben gelezen dat alles wordt gepresenteerd alsof het natuurverschijnselen zijn. Er is een stikstofcrisis, er is een klimaatcrisis. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft ouders ongekend onrecht aangedaan. Nee, als je echt verantwoordelijkheid neemt, dan zeg je, zeker omdat je daarop bent afgetreden, de overheid heeft ongekende schade toegebracht aan onschuldige burgers. Mm-hmm. En sinds het aftreden is het alleen maar erger geworden. Dat is een schandaal, daar nemen wij verantwoordelijkheid voor. We zagen ook dat de Rutte beeldvormingsmachine ook besmettelijk is. Want alle fractievoorzitters en alle coalitiepartijgenoten die we zagen, die hadden het keurig over: het heeft te lang geduurd, dit formatieproces. Maar dat kwam omdat we veel te lang hebben zitten soebatten over wie wil met wie. Netjes verzwijgen dat er hier gelogen is over het wegmoffelen van een Kamerlid. Maar voorzitter, als dit nog niet genoeg is voor Rutte om te snappen dat er geen vertrouwen is, heb ik nog een paar testcases. Dan kunnen we de bullshit bingo rondmaken, zeg maar. Iets korter als u wil. Stikstof. Voor corona was het de grootste crisis uit de carrière van de toenmalige minister-president. 2,5 jaar later moeten we nog steeds een plan uitwerken. Is Rutte bereid om met de Kamer te delen hoe dat nou zo gegaan is? Dat zelfs na de uitspraak van de rechter er geen bereidheid of wil of kennis of wat het ook maar was in het kabinet om met een oplossing te komen. De heer Rutte. Ja, voorzitter, ik ga die vraag beantwoorden en daarmee ga ik niet in op alle andere inleidende beschietingen van mevrouw Ouwehand, maar laat geregistreerd zijn dat ik het daar grotendeels mee oneens was. Niet met alles, maar met een groot deel. Dan ga ik naar haar vraag over stikstof. Dat is een terechte vraag. Daar zijn wij mee geconfronteerd in 2019, voorjaar en het najaar, dat de aanpak die op dat moment gekozen was, dat die niet stand hield bij de rechter. Dat heeft geleid tot een eerste zeer grote interventie om ervoor te zorgen dat we dat probleem onder controle krijgen. Wat we hebben geanalyseerd in deze coalitiebesprekingen is dat dat onvoldoende was, dat er veel meer moet gebeuren en dat we nu ook een aanpak willen kiezen waarbij we ook, en daarom ook de fondsen die worden vrijgemaakt, de plannen die daarvoor verder worden uitgewerkt de komende tijd samen met de Kamer, een aanpak willen kiezen waarin we dat probleem echt onder controle krijgen. Zowel voor ons welzijn, onze natuur, de impact die het ook op het klimaat heeft, maar ook omdat dat weer de ruimte creëert om bijvoorbeeld noodzakelijke woningen te bouwen, fietspaden, treinbanen en wegen aan te leggen waar dat nodig is. Dus om al die redenen gaan we dat doen. Dus het is niet zo dat niks gebeurd is. We hebben natuurlijk in het najaar van 2019 een hele aanpak gekozen. Ook wetgeving door de Tweede en Eerste Kamer geloodst en heel veel geld uitgetrokken, bijvoorbeeld voor natuurherstel. Maar we hebben wel de analyse gemaakt dat we met een veel grotere klap nu echt voor die golf willen komen van stikstof. Dat is gewoon waar en daar heeft mevrouw Ouwehand op zichzelf ook terechte kritiek. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik zet weer een kruisje op de bingo-kaart. Want waar ik naar op zoek was, was gewoon zelfreflectie. En wat Rutte hier de Kamer en de bevolking weer probeert te verkopen, die straks 25 miljard mag ophoesten, is: we hebben het met de beste bedoelingen van de hele wereld gedaan. Maar het is gewoon niet gelukt. Jammer, maar we hebben het echt geprobeerd. Mijn stellige indruk is, en alle feiten wijzen daar ook op, dat dat niet aan de hand was. De VVD was gewaarschuwd, CDA was gewaarschuwd en de stikstofcrisis is niet begonnen onder Rutte. Maar Rutte heeft met zijn eerste kabinet alle waarschuwingen in de wind, snijden in het natuurbudget. Die pasaanpak is er doorgevoerd. Je was wel gewaarschuwd hoor. En die erkenning en die reflectie en die manier van we nemen verantwoordelijkheid voor de problemen waar we nu voor staan, die missen we dus ook al. Kruisje erbij. Op de onbetrouwbaarheidsbingo-kaart. Volgende vraag. Wilt u dat de heer Rutte daarop reageert? Want nee, wat op zich heeft, nee, ik heb nog een vraag. Ik heb nog een vraag. Nog een vraag en dan de heer Rutte. Ja.
25 miljard mag er nu voor worden uitgetrokken. Dat was niet nodig geweest als Rutte en zijn voorgangers eerder hadden geopereerd. Maar de vraag is, waar stuurt het kabinet nou op? Er liggen namelijk verschillende scenario's. En als we het regeerakkoord lezen, dan lijkt het te gaan om die zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. En dat lijkt te gaan om de politieke winst, om de veestapel zal wel degelijk wat krimpen, maar niet meer dan op basis van deze aanpak nodig is. Dus de vraag is, stuurt het kabinet Rutte 4 op het zo groot mogelijk houden van de veestapel? De heer Rutte. Nee, dat is geen doel op zichzelf, nee. En overigens nou, heeft mevrouw Ouwehand natuurlijk gelijk dat de pasaanpak, in het ook maar even jargon, dat die gewoon door de rechter verworpen is. Maar het was wel natuurlijk een aanpak die we ook met na een brede politieke discussie met elkaar toe hebben besloten. Die bleek juridisch niet houdbaar. Dat heeft ons gebracht tot de crisis van 2019. Dus even los van de wat meer op mijn karakter gerichte kwalificaties, die ik maar even voor haar rekening laat, heeft ze daar inhoudelijk gewoon absoluut een terechte kritiek op de vorige kabinetten. Dat is ook de reden waarom we begonnen zijn in 2019 met de aanpak en nu met dit regeerakkoord eigenlijk voor die golf willen komen. Door nu zo'n grote klap te geven op het probleem, dat we het ook echt oplossen. Inclusief het natuurherstel. Dus dat wordt een enorme groot vraagstuk. Dat zal ontzettend veel inspanning vragen. Van het creëren van schone scheepvaart. Uiteraard heel veel ook in de agrarische sector. Die te moderniseren. Ervoor te zorgen dat er in Nederland een toekomst blijft. Voor een sterke agrarische sector, voor onze boeren. Maar tegelijkertijd die impact die dat heeft op ons klimaat, op de stikstof, et cetera, dramatisch te verminderen. Dat zal echt moeten. En dat kost geld. Ja. En het goede is dat we de komende jaren, omdat we er zo sterk financieel voor staan, die financiële ruimte er is. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik vroeg niet naar de feiten. Is het wel of niet waar dat de rechter die aanpak heeft afgeschoten? Dat weten we. De vraag gaat over wie neemt waar verantwoordelijkheid voor. En het lijkt me dat Rutte en ook het CDA gewoon excuses moeten maken aan de boeren. Het is jarenlang boerenbedrog geweest. En nu ineens worden ze geconfronteerd met heftige maatregelen. Excuses aan de belastingbetaler. 25 miljard. Het is nodig om de problemen op te lossen, maar niet met de aanpak die het kabinet nu kiest. Waarvan de doorrekenaars ook al hebben gezegd, ja, je stuurt wel even op de korte termijn die doelen in 2030. Maar omdat je het niet goed doet, leg je alsnog een hypotheek op de toekomst. Dus het is 25 miljard en dan nog eens een hele smak geld. Daar moet Rutte natuurlijk verantwoording over afleggen. Want het zijn bewuste keuzes geweest. En hij is gewaarschuwd. Voorzitter, mijn laatste vraag gaat over dat ik in het regeerakkoord wel iets las over dat het kabinet van plan is om iets anders te doen met de benoemingen van topambtenaren. Ik neem aan dat dat ook gaat over de frustratie van burgers, dat topambtenaren eigenlijk overal mee weg lijken te komen. En elke keer je hebt gefaald, dan word je gewoon weggepromoveerd. Ik vroeg me af, misschien heb ik het mis, maar misschien kan Rutte hier iets over zeggen. Ik vroeg me af of er ook iets is afgesproken over falende bestuurders. Want het enige voordeel van Rutte 4 zou zijn dat Rutte zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor al die fouten zijn gemaakt, waar straks allemaal parlementaire enquêtes over uitkomen. Maar het zou toch wat zijn, hè, als die voordat dat gebeurt is weggepromoveerd naar een of ander baantje in Europa. Welke integere afspraken zijn daarover gemaakt? De heer Rutte. Oké. Okay. Voorzitter, eerst even over stikstof. En überhaupt over als dingen niet goed gaan daar verantwoordelijkheid voor nemen. Ik kan mevrouw Ouwehand verzekeren, premier van het land is all about het nemen van verantwoordelijkheid. En ook ervoor staan als dingen niet lukken. En dat doe ik hier ook en leg ik daar verantwoording over af. Daar hoeft ze nooit over te twijfelen. En dan kan het zo zijn dat die verantwoordelijkheid soms breder ligt. Maar uiteindelijk, als voorman, als premier, raakt u natuurlijk mij in het bijzonder. Daar hoeft u nooit aan te twijfelen. Daar zal ik altijd voor beschikbaar zijn en dat zal ik altijd uitspreken. En als dingen wel goed gaan, is dat het team. Als dingen niet goed gaan, moeten we bij mij zijn. Dat is mijn manier van werken. En dat zal ik blijven doen. Dan ten aanzien van haar tweede vraag. Of ik ambitie heb voor een baan in Brussel. Die heb ik niet. Ook niet in de toekomst. Mijn ambitie is hier in Nederland de goede dingen te doen. Dank u wel, mevrouw Ouwehand. Voorzitter, ik hoop dat u deze niet telt als een interruptie, maar ik wil even opmerken, dat vroeg ik niet. Maar laten we het noteren op het kaartje.